VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV pakt tegen AZ het 18e punt buitenshuis. Zometeen de beelden. We horen hoe selectie en staf carnaval vierden. Kijken vooruit op VVV Groningen. Maar eerst, niet omdat het zo goed was, maar voor de volledigheid, de beelden van Willem II VVV. Tsimikas, schaarbeweging, bal binnengehouden. Loopt door, komt hij dan hier? Nee, want hij wordt van de doellijn gehaald. En hij zit er nog steeds niet in en dan zit hij er uiteindelijk wel in. En Ogbetsje is de man die VVV al van een punt beroofde in het uitduel in Venlo. Door ze alle drie te maken bij de 3-3 eindstand toen. En nu neemt hij de eerste goal van deze avond voor zijn rekening. Geweldige redding van Brugge, maar de herkansing van Sol is een niet al te best lot beschoren. Die raakt de paal. En is het uiteindelijk Ogbetsje met de 1-0 voor Willem II. 3 Willem II is voorin en Ogbetsje. Die zich bijna onsterfelijk had kunnen maken met een tweede. Maar dan moet hij de bal wel raken. En dan gaat die bal er alsnog in. Omdat die van richting wordt veranderd. Maar krijgt Rienstra de felicitaties. De aanvoerder van vandaag maakt 2-0 voor Willem II. Doet dat in de derde minuut na rust. En slaat daarmee een gaatje richting VVV. Oenerstal even in de problemen gebracht. Bal kwijtgeraakt onderweg. Kijkt boos naar de scheidsrechter en dan is het 3-0. Jeetje Mina, wat een streep. Wat een geweldige goal. Oenerstal die zich nog beklaagt bij de scheidsrechter. Maar dat beter niet had kunnen doen. Hoewel ik me afvraag of hij sowieso bij deze ongelooflijke uithaal had gekund. Dekker. Achtervolgd uiteindelijk door Elan Kouri, maar die liet hem uiteindelijk lopen. En dat is een goede redding van Brandrost. Dat is de eerste serieuze doelpoging. Hij komt van Krooi, van de kant van VVV. Vanaf eigenlijk minuut 1, eigenlijk een hele slechte wedstrijd van onze kant. Ploeg onherkenbaar. In hetgeen waarin we eigenlijk 21 wedstrijden geknokt hebben. Veel punten verzameld hebben. Veel credits gekregen. Niet alleen de laatste weken, maar eigenlijk al vanaf ronde 1 vind ik dat we die krijgen. Terecht, denk ik ook. Maar daar heb je gisteren geen enkele keer heb je dat laten zien. Je thuis 3-3. Ongelukkig. Uit verlies je dan kansloos. Aan jezelf te danken vind ik volledig. Ja, daar ben je goed chagrijnig van. VVV kon deze blamage snel rechtzetten. Zaterdag wachtte namelijk in Alkmaar de nummer 3 AZ. Torino Hunten, Kastelen. Het was even 1-1 met Ouwe Jan. Het schot van Kastelen, dat scheelt niet veel. Hier komt de kans voor VVV via T. Zo mag AZ dan heel veel balbezit hebben in het eerste half uur. VVV krijgt de mogelijkheden via Kastelen en nu via zijn spits. Slordig Seuntjens. Mietjeu van overeen moet hem krijgen. Het wordt Weghorst. Weghorst! En via de vingertoppen van Oenerstal gaat die bal naast. Seuntjens zelf! En een knappe redding van Oenerstal, want dat was geen makkelijke bal voor de keeper van VVV. Ja, Hambak. Zo, die gaat er daar nog even hard in, zeg. Mooie passeerbeweging. Alireza, ja, Hambak. En daar zit hij er bijna in voor AZ. Eindelijk is een goede actie van ja, Hambak. Hier, ja, Hambak. En weer Oenerstal. Hij heeft hem in tweede instantie ook in de handen. En is het gedaan in Alkmaar en eindigt voor het eerst sinds 1988 een wedstrijd tussen AZ en VVV in een 0-0 gelijkspel. Ik denk een goede teamprestatie na de wedstrijd tegen Willem II. We zijn denk ik in 3 dagen tijd van de beste wedstrijd van het seizoen winnen van de landskampioen thuis naar de slechtste wedstrijd van het seizoen gegaan. Volledig terecht verloren met 3-0 bij Willem II. En daar moeten de spelers reactie op geven, vind ik. En
Weet je, ik nooit zomaar heel veel. Ja, natuurlijk, je wil niet verliezen, maar op het moment dat een tegenstander beter is en je doet er alles aan en je komt je afspraken na, dan kan dat gebeuren. Maar dat vond ik tegen Willem II niet. En tegen Willem II miste ik voor het eerst eigenlijk dit seizoen de absolute wil om die wedstrijd te winnen. Die zag ik wel bij Willem II. En nou, daar heb ik wel zaterdag reactie gezien. Ik heb een ploeg gezien die ten koste van alles een punt binnen wilde halen. Dat zat niet meer in. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Romeo Kastelen maakte zijn basisdebuut tegen AZ. En dat was even wennen voor de oud-international. Het was goed. We hebben het rustig opgebouwd en het lichaam was steeds sterker. Maar ik ben ook een speler die wedstrijd nodig heeft om ritme op te doen. En ja, AZ kwam goed uit. Ik kwam goed uit de wedstrijd. Voelde me goed. Dus nu sterker worden en naar de volgende wedstrijd toe. Je had zelfs de kans om in het begin van de wedstrijd nog te scoren. Ja, klopt. Ik kreeg een hele mooie kans. Die ging net langs de paal. En dan denk ik, ja, dat, als je zo'n bal erin schiet, dan kan je misschien nog 3 punten meepikken daar. Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan als team. Wij moeten nog 4, 5 of 6 punten hebben. Maar iedereen gaat uit van 34 punten, moet genoeg zijn. Nou, dan was dit weer een hele belangrijke en hele moeilijke uitwedstrijd. Waarvan we wisten dat we niet veel aan aanvallen toe kwamen. Nou, dan heb je ook nog dat je binnen 3 dagen 2 van je 3 centrale verdedigers kwijtraakt. Nou, dan moet Danny naar achteren, dan moet je gaan wisselen. Nou, dat hebben de jongens uiteindelijk hartstikke goed opgepakt. Dus dat neem je dan ook mee in je eindbeoordeling dat je tevreden bent. Met carnaval trekt de selectie en staf traditiegetrouw een dag de stad in om het feest mee te vieren. Deze keer maakten Stijn en zijn mannen in Tiroler outfit maandag de binnenstad onveilig. Nou, hartstikke leuk als je ziet wat dat met zo'n team doet als je met z'n allen hier al verzamelt. Danny had allemaal ledenhozenpakken besteld voor spelers en staf. Nou, dan maak je zo'n leuke foto met z'n allen. Dan ga je de stad in, naar de optocht kijken met z'n allen. Ja, dan drink je wat als ploeg zijnde. En dan, dat hoort daarbij. Dat doen we al sinds ik er ben al 4 jaar. En dat, ik vind dat ook belangrijk buiten het voetbal. Dat we ook buiten het veld gewoon leuke dingen met elkaar doen. En ja, dit hoort zo'n traditie. Dus dan. Daar moet je aan meedoen. Dat was hartstikke leuk met Elftal. Dat is ook weer nieuw voor mij. Ik ben overal geweest en nu de eerste keer al carnaval meegemaakt. Dus het was hartstikke gezellig met de groep. Ja, was het vreemd voor je? Nee, eigenlijk niet. Ik zeg, mensen hebben gewoon plezier in en gewoon genieten. Nergens aan denken. En dat is wel mooi. En wij waren natuurlijk weer als eenheid. Kwamen weer daar opdraven. Dus dat is wel mooi. Iedereen in hetzelfde kleding. Dus dat is wel mooi. Ja. Vanaf dinsdag staat de focus weer op de volgende wedstrijd. VVV maakt zich voor het eerst sinds lange tijd op voor een duel op vrijdagavond. FC Groningen is de tegenstander in de koel. De Noorderlingen kennen een heel moeilijk seizoen, wonnen dit jaar nog geen wedstrijd en staan 13e, 7 punten achter de Venlonaren. Dat Groningen nog niet gewonnen heeft, zegt me niks. Want ik vind Groningen vind ik een prima elftal die ook gewoon een aantal keren pech hebben gehad. Neem de wedstrijd tegen ADO, waarin ze in de 93e minuut nog een geweldig grote kans krijgen. Dan praat niemand daarover. Dus ik vind dat ze individueel goede spelers hebben. Ik vind dat het ook als team goed staat. Dus ja, dat is gewoon een hele lastige wedstrijd tegen een ploeg die eigenlijk normaal gesproken gewoon in het linkerrijtje moet staan. Maar die het zwaar hebben dit jaar. Dus wij kijken naar onszelf en wij gaan onze huid weer duur verkopen. Ik denk sowieso. Als je thuis voetbalt met het publiek erachter, dat je altijd voor 3 punten moet gaan. Maar het is wel weer beginnen bij de basis. Gewoon knokken met z'n allen, goed staan en van daaruit probeer die wedstrijd te winnen. Je moet elke wedstrijd dat opbrengen wat we op 1 wedstrijd na elke keer gedaan hebben. Dan zijn wij een heel moeilijk te bespelen ploeg voor elke tegenstander. En dat moeten we nu ook weer opbrengen. Maar ja, als wij denken dat... Dat we er al zijn met 30 punten en dat Groningen nog niet gewonnen heeft en dat die onder ons staan. Nou, dan kom je echt van de koude kermis thuis zaterdag of vrijdag, sorry. En dat zou heel zonde zijn. Maar dat weten de jongens wel. Nou ja, goed, dat hoop je dat ze dat weten. Want dat ging ik ook vanuit dat we dat tegen Willem II wisten. En toen is het ook niet goed gegaan. Dus laat dat in ieder geval een hele dure les zijn voor ze. Stijn mist tegen Groningen in ieder geval de geblesseerde Promes en Van Brugge. Beide hebben last van een hamstringblessure. Die zullen ook morgen zeker nog niet spelen. Waarschijnlijk volgende week ook nog niet. En dus dat moeten we oplossen. Maar dat hebben we zaterdag ook gedaan. Hebben de jongens ook goed gedaan. Dus ja, het is niet anders. Dus we gaan daarnaar handelen. Wie het plekje naast Reuzeler centraal in de verdediging opvult, weet Stijn nog niet. Post en Jansen zijn hiervoor een optie.
In Groningen pakte VVV eerder dit seizoen een punt in de slotfase. De inmiddels vertrokken Kelechi Nakali kopte na een fraaie combinatie met die de bal in het Groningse doel. Wij sluiten af met de 2-0 overwinning uit het seizoen 2011-2012. Grote man aan Venlose kant was toen Jannik Wildschut. Meeuwis. Nou voor, loopt weg. Hierheen. Maar er is ook Kwakman om dat nog te corrigeren. Wildschut. Hard, zoals Wildschut dat kan. Als je dan deze bal hebt, kun je ervan profiteren. Wildschut. 0-4, mag verder, 0-4, 2-0. VVV profiteert van het geknoei van Groningen. En 0-4 is degene die het mag afmaken na het voorbereidende werk van Wildschut. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.